Ben je geen cabaretier? Ben je stand-up comedian, of niet? Ja, een mix. Maar ik ben acteur dan. Ja. Ik heb een acteursopleiding. Toneelschool heb ik afgemaakt ooit. Dus ja, ik heb een mix. Verhalen vertellen. Wat eigenlijk wel mijn kracht is, denk ik. En ja, en wat jij opmerkte. Dat ik gewone dingen die eigenlijk iedereen al weet. Ik vertel nooit iets nieuws eigenlijk. Maar toch, vanuit mijn perspectief, wordt het dan soms grappig. Ja. En dat ontroert. Waar is dat dan naar? De titel van je show? Het is janken geblazen. Nee, dat is wat ik ga proberen, ja. En dan niet eens zozeer met verhalen om mensen echt te ontroeren. Maar gewoon het onderliggende gevoel. Het gaat over tijd, deze show. Over dat je de tijd niet kunt pakken. En over alle generaties. Hè, hoe de jongere generaties nog zonder respect omgaan met tijd. En hoe ouder je wordt, dat je de tijd krampachtig probeert vast te pakken. En aan het eind van de voorstelling, ik vertel het als een soort mozaïek. Hè, met veel verhalen. En uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar. En dan hoop ik te ontroeren. En ik geloof dat lukt, ja.